Ik ben Peter, co-founder van Quicksilver. Quicksilver is een digitale marktplaats voor de zorgsector, waarbij dat we zorgvragers en dienstverleners met elkaar gaan connecteren. Het komt er eigenlijk op neer dat een zorgvrager in enkele klikken op de knop een afspraak kan maken bij een dienstverlener, gaande van een verpleegkundige tot een kapster die aan huis komt of een tuinman die klusjes in de tuin komt doen. Het idee is eigenlijk gekomen uit onze privésfeer. Het is namelijk zo dat ik 2 jaar geleden werd geconfronteerd met de enkele problematieken rond de zorg van mijn grootmoeder. Toen hebben we ervaren dat het niet zo eenvoudig was om in een korte tijdspanne de juiste dienstverleners te vinden. En van daaruit ben ik samen met 2 collega's aan de slag gegaan om dit verder uit te werken. Ik heb het traject Switch to IT op de VDAB gevolgd. Ik heb vroeger in tuinaanleg gewerkt. En het is eigenlijk doordat ik enkele ideeën had, dat ik mij ben beginnen verdiepen in IT en het digitale verhaal. Zo ben ik bij Switch to IT terechtgekomen, zodanig dat ik eigenlijk naast mijn huidige job dat kon gaan combineren met een opleiding in IT. Het is een fantastisch traject geweest, weliswaar een niet te onderschatten traject. Ik ben begonnen met eerst een jaar voltijds een opleiding te volgen, waar dat alle programmeervakken in behandeld werden. Met als gevolg dat ik na dat jaar fulltime bij een IT-bedrijf aan de slag ben kunnen gaan. En van daaruit is ook onze investering voor ons project gekomen. Wij hebben ons idee voorgelegd aan onze werkgever en zij hebben besloten om dat financieel te gaan ondersteunen.